Hoi allemaal, welkom terug op ons kanaal. Ik vind ons leuk om jullie een keer te laten zien hoe het nou bij ons er naartoe gaat als wij eten. Dus we hebben een wat eet ik in een dag vlog opgenomen om jullie te laten zien wat wij nou eten op een dag. Ja, want we kregen daar eigenlijk altijd heel erg veel vragen over. Of het nou op Instagram is, YouTube, Facebook, whatever. Ja. Omdat mensen gewoon heel erg geïnteresseerd zijn daarin. En je natuurlijk daar ook weer wat inspiratie uit kan halen voor jezelf. Nou moet ik wel even zeggen van tevoren, neem dit niet te letterlijk. We hebben dit afgestemd op onze lichamen, op onze energiebehoeften. Dus dat betekent niet dat jij letterlijk moet gaan eten wat in deze video staat. Als je nou wil weten wat je zelf moet eten, zoek het even op Google. Kan je gewoon intikken, macro's berekenen en dan krijg je daar een heel rolletje uit voor jezelf. Een calorie-calculator. Ja. Dus dan kan je voor jezelf kijken hoeveel calorieën je nodig hebt en wat de verhoudingen moeten kunnen zijn. Ja. Dus voor nu, laten we vooral lekker doorgaan naar de video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe alvast even een duimpje omhoog en heel veel kijkplezier. Goedemorgen allemaal. We beginnen natuurlijk bij een goed ontbijtje. Ik ga jullie laten zien wat ik eet. En dit is niet elke ochtend hetzelfde. Ik gebruik namelijk de app MyFitnessPal. Dat betekent dat ik eigenlijk alles kan eten wat ik wil. Ik heb wel de knowledge ondertussen na zoveel jaar wat ik dan moet eten om bijvoorbeeld mijn goals te bereiken. Maar ik zet het dus in MyFitnessPal. En dat betekent dus dat ik gewoon kan eten wat ik wil. Zolang het maar in mijn macro's past. Dus ik ga jullie even op een tripod zetten en dan gaan we ons ontbijt maken. Oké, nou ik heb hier alle spulletjes staan. Het eerste wat ik in ieder geval altijd doe als ik 's ochtends wakker word is een groot glas water met een half geperste limoen of citroen erdoorheen. Heel simpel. Gewoon squeezen. Water erbij en dan heb je in ieder geval je ochtenddrankje. Dat drink ik dus eerst op voordat ik überhaupt iets eet. Oké, en dan mijn echte ontbijt. Vandaag heb ik gekozen voor rijstepap. Het enige wat hier eigenlijk bijna in zit is een beetje vet en koolhydraten. Dan een gele kiwi. Gezondheid. En matcha poeder. Dit gaat niet bij elkaar, dit is allemaal apart van elkaar. En dan heb ik nog mijn proteïne shake. En voor degenen die vaker naar ons kijken, weten dat wij altijd alles helemaal afwegen. Waarom? Omdat je dan gewoon weet wat je binnenkrijgt. Dus dat ga ik nu ook doen. Kijken hoeveel zit er ook alweer in. Nou, 13 gram koolhydraten per 100 milliliter. Dus ik neem 200. Zo. Dan de kiwi. Nou, dan is eigenlijk het eerste gedeelte van het ontbijt klaar. En dan ga ik nog heel simpel een proteïne shake maken. Dus dit is vanille smaak. Hiervan neem ik altijd 40 gram in de ochtend. En dan mijn secret ingredient, matcha poeder. Je moet dit wel echt lekker vinden. Niet iedereen vindt het lekker, maar ik ben echt verslaafd hieraan. En daar doen we dan ook een schepje van bij. En daar je hebt het. Simpel ontbijtje. Yes, en ook een goedemorgen van mij. In tegenstelling tot NOS gebruik ik geen MyFitnessPal om elke dag mijn dingen in te voeren, maar eet ik gewoon lekker elke dag hetzelfde. Dat is mijn persoonlijke dingetje, zeg maar. En dan gaan we ontbijt eten en dan gaan we zo lekker richting de gym. Oké, ben ik in beeld? Ik weet niet of ik in beeld ben, ik hoop dat ik in beeld ben, want ik kan het dus niet zien. Mijn ontbijt is eigenlijk heel erg simpel. Oké, net als NOS, het eerste wat ik elke ochtend doe, is iets drinken. Ik zelf drink altijd een halve liter. Net als NOS gooi ik daar wat limes in. Of citroen, whatever. Oké, en ik heb gewoon die vitamine C bruistabletjes. Laat je die oplossen. En dat is het eerste wat ik drink elke ochtend. Ik heb rijstmelk. En het enige wat er eigenlijk bij gaat straks is de welbekende Brinta of Volkoren ontbijt. En dan heb je gewoon een compleet ontbijt qua koolhydraten. Wat ik daarbij dus neem zijn twee schepjes whey protein. Nou, ik heb hier dus de ISO whey of ik neem gewoon elke andere whey. Twee schepjes, dat zijn dan mijn eiwitten, dit zijn mijn koolhydraten en dit zijn mijn vitamine C in de ochtend. Alright, 70 gram, dat ziet er ongeveer zo uit. Oh, trouwens, wat ik er ook nog altijd doorheen gooi, zijn wat flavor drops. Gewoon van die smaakdingetjes. We hebben deze van Women's Best.
We hebben deze van Body & Fit, gewoon om een smaakje eraan te geven. Het is calorieloos, omdat je dus zo weinig gebruikt. Maar het geeft wel die zoete smaak. Dus hoef je ook geen caloriehoudende zoetstoffen te gebruiken. De whey dus gaat erbij. Een whey shake op waterbasis. En Brint aan de ochtend. Lekker simpel. En zo heb je dus een goed ontbijt. Nou, met een halve liter. Yes. En dan gaat deze er ook bij. En dan kunnen we zo gaan trainen. Yes. Hoi. We hebben heel lang uitgesteld met trainen. Ik heb fucking honger alweer. Dus ik ga even een paar nootjes meenemen voordat we gaan trainen. Dus we gaan dit afwegen. Ik neem meestal gewoon 20 gram. Nou, perfect. Hop. En dan kunnen we gaan. En ik dan? Huh? En ik dan? I don't care. Kom, je hoeft toch niet te eten. Kom maar. Zo, we zijn net terug van de gym. Helemaal greasy hoofd. Maar goed, goede training gehad in ieder geval. En we gaan nu natuurlijk eten, want dat doe je gelijk na de gym. Hey, Remy. Wat wordt het plan nu? Ik heb hier 70 gram pasta in het pandje gedaan. Dat is standaard mijn koolhydratenbron na mijn training. Normaal eet ik dus spinazie. Alleen kwam er net achter dat de spinazie net over datum was. En dus een beetje nat aan het worden was. Dus dat gaan we vervangen door deze ingevroren zak van groentemix. Ik neem niet zo superveel. Ik denk rond de 100 gram denk ik. Dus gewoon ontdooien in de magnetron. Groenten natuurlijk voor de vitamines. Prima. En wij halen altijd deze. Hoppa. Hoeveel kilo is dit? 2? 2,5. 2,5 kilo. Ingevroren stukjes kip. Nou, ik heb 200 gram nodig. Als je echt zoveel bezig bent met eten zoals wij en op een gegeven moment heb je geen zin meer om alles te snijden en wat dan ook, dan doe je het gewoon zo. En dan gaat deze ook gewoon ontdooid worden. En dan heb ik mijn post-workout meal. Dat houdt dus in kip, pasta en groenten. En omdat we laat zijn, we zijn dus later naar de gym gegaan dan we eigenlijk van plan waren, is het nu onderhand al bijna 4:30. Terwijl we alleen nog ontbijt hebben gegeten. Ja, want we zijn heel laat wakker geworden, moet je er wel even bij vertellen. Ja. Omdat we heel laat thuis waren vannacht. We zijn laat opgestaan, dus nu moeten we alles een beetje sneller eten. Want het belangrijkste is natuurlijk wel dat je gewoon je calorieën binnenkrijgt op de dag. Daar gaat het gewoon om. Het is minder belangrijk hoe laat en alles. Nou, als je het goed kan plannen natuurlijk beter. Maar het is gewoon belangrijk dat je het binnenkrijgt. Dus ik eet mijn derde maaltijd ook maar gelijk. En dat is gewoon heel simpel. Dat is brood, volkoren pistoletje. En daarbij doe ik tonijn in blik. Zet ik erop en dan doe ik wat rucola bij en dan heb ik gewoon een derde snelle maaltijd. Jer, eet je nou gewoon mayonaise? Tuurlijk. Was ik vergeten te zeggen trouwens. Anders is het wel echt hele droge troep. Ik doe altijd 10 gram halfvolle mayo. En dat heb je gewoon in je schema verwerkt toch zo? Want jij werkt wel met een schema toch? Zet in met een standaard schema. En dan doe je gewoon die tonijn erop en dan heb je een lekker broodje en dan ga je weg. That's it. En als laatste 20 gram pesto bij mijn pasta. There we go. Wat ik ga eten vandaag is quinoa. Het is ook al allemaal voorbereid en whatever. Dit hoef je dus alleen in de magnetron te doen. Wat ik doe, ik heb mijn fitnesspel, wat ik zei, gaat die zoeken. Dan krijg je dit er dus uit. Ik raad je wel aan om altijd even te checken of het klopt met wat hier staat. 113 calorieën. Dat klopt dus. 19,5. Oké. Nou, dit is de goede. Dan ga ik erin zetten wat we gaan eten. Dat is één. Dan hebben we deze kip. Je komt net van de gym. Ja, maar daarom juist. Hallo, ik ben allemaal kracht kwijt. Die ga ik erbij doen en dus deze groentemix. Ik ga jullie zo laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, mijn eten is ondertussen ook klaar. Ik ben echt heel erg lui als het aankomt om eten maken. Dus wat ik doe gewoon alles bij elkaar in een bakkie. En dan gaat het de magnetron in. En dan heb je gewoon een goede maaltijd. Daarnaast pak ik altijd die nul calorieën sauces. Super chill. Deze gaan we er gewoon overheen doen. En dan mix je alles. En dat is mijn post-workout meal. Alright, we zijn aangekomen bij mijn vierde maaltijd van de dag. Dat is een grote salade. Dit is sla, rucola en de nul calorieën, low calorie saus. Hierbij horen nog nootjes. Deze hazelnoten die gaan er bovenop. Hierbij komen nog 3 eieren. Het zijn gewoon gekookte eieren. 3 medium sized eggs die erin komen. En dan heb ik een grote lekkere salade. Nou,
Nou, de volgende maaltijd die ik ga maken is deze hele bok. Deze hele bak met kwark. Dan hebben we nog almond butter, die is echt super chill, die gaat er doorheen. 100 gram blueberries, die ga ik even ontdooien in een magnetron, dat ze een beetje warm zijn. En deze, die zijn niet voor vandaag, maar die waren bijna niet meer goed. Dus ik dacht, ik maak ze alvast voor de volgende dagen en die gaan gewoon in de koelkast straks. Nou, je merkt ondertussen wel dat dit natuurlijk niet de ideale dag is, hè. Ik bedoel, we moeten heel snel maaltijden maken, dus alles gaat de magnetron in. We nemen eigenlijk nergens tijd voor en het gaat gewoon alleen om de voedingsstoffen binnenkrijgen vandaag. Maar het zijn ondertussen wel hele lekkere dingen en gewoon effectief, weet je. Kies gewoon dingen uit die gewoon zo natuurlijk mogelijk zijn. Ik denk dat dat de meest goede tip is die ik kan geven. En dan nog een dingetje, die dingen van Muscle Meat, daar halen we gewoon altijd ons eten. Die dingen die daar gemaakt worden, die komen letterlijk de snijmachine uit. Of whatever, en die worden gelijk ingevroren. Dus het is super vers, maar het is dus ingevroren. Dat maakt het dus niet vers. You know, als je dat begrijpt in. Ik ga dit nu even maken en dan laat ik jullie zo zien wat het eindresultaat is. Wat? Kun je niet iets anders aan doen? Daar straks moesten we. Ik kan me niet focussen. Ik zit daar aan door te kijken. Anyways, daar straks moesten we snel weg. Het weekend. I don't give a fuck. Ik ga zo meteen douchen. Als ik klaar ben met eten. Huh. Nee, grapje. Ik heb natuurlijk wel opgefreesd. Ik heb deo opgedaan en whatever. Maar het echte douchen, dat moet nog komen vandaag. Je hebt nog tijd. Yep. All right. Weekend. Joehoe. Nou, zoals je kan zien, ik heb gedoucht. Echt waar. Anyways, ik ga zo meteen nog eventjes één proteïne shake nemen. Dat is 20 gram proteïnepoeder, niks bijzonders, vanille shake. En dat was dan alles wat ik gegeten heb voor vandaag. Best wel veel, denk ik. En ja, that's it. Alright, het is nu, hoe laat is het? 10:30. Ik heb net een half uur cardio gedaan. Ik heb nog één echte maaltijd te gaan. Ja. Met een beetje sweaty, hè? Ja. Ik heb nog één maaltijd te gaan dus. En dat is, het is doperwten, quinoa en een stronk broccoli. Letterlijk een hele stronk broccoli, want dit is dus gewoon zo de pan ingegooid. Ja. Dus dit is mijn laatste echte maaltijd. Mijn allerlaatste maaltijd is casein poeder, maar dat laat ik jullie straks wel zien. Dus ik kan dit lekker straks gaan opeten, dus even wachten op de broccoli. Oké, dus ondertussen vlak voor bedtijd en mijn laatste maaltijd, is een shake, een casein shake. En dat zijn langzame eiwitten, die neem ik voor ik ga slapen. Ik meng dat met amandelmelk, omdat het veel beter omdat het veel beter mengt dan water, omdat het best wel dik wordt, zeg maar. Ik maak altijd heel veel troep. Altijd. Anyways. Ja. What's that? Ah? Dan mag je wel even uitleggen, meneer politieagent. Oh ja, nou, Nos was dus vroeger. Draai even, laat even het shirt zien zo. Nee. Nos was dus vroeger agent. Ja, als agent krijg je dus Nike shirts. En toen had ze ook wat shirts meegenomen voor mij. Dus die heb ik nog wel eens aan. Want dat vind ik gewoon een lekker slaapshirt. Het is alleen best wel awkward als ik soms dan, 's ochtends komt er een pakketje of wat dan ook. En dan doe ik de deur open en dan vergeet ik soms dat ik dit ding aan heb. En dan zie je ze echt zo kijken van. Oké, maar dat wordt dus juist. Ja, ik meng het dus eerst met melk, omdat het dan een heel stuk beter mengt. Dus daarna vul ik het wel aan met water als het eenmaal gemengd is, omdat het dus best wel dik wordt. Zij vinden het vies, ik vind het freaking delicious. En dan kan ik zo gaan slapen. En we zijn weer terug. Dit was onze Wat eet ik in een dag video. Het is een greep uit ons leven op dit moment. Het kan dus zijn over een maand dat we heel iets anders eten. Wij wisselen namelijk best wel vaak van wat we eten, afhankelijk van. Ik wissel dus elke dag, want ik heb mijn fitnesspel. Jij eet elke dag hetzelfde. Ja. Ik in ieder geval niet meer. Ik deed het eerst wel, maar voor mij
ik weet niet, op een gegeven moment ging ik me een beetje vervelen. In de eerste 2 of 3 jaar dat ik met fitness begon, heb ik wel elke keer hetzelfde gegeten. En dat was gewoon heel makkelijk, omdat je dan precies weet wat je eet. Nu heb ik gewoon de kennis genoeg om zelf in te schatten wat ik nodig heb en hoe ik dat indeel. Ja, dus ik hoop dat dit voor jullie een beetje een inzicht geeft in hoeveel wij eten. En kan je het een beetje vergelijken met hoeveel jij nu eet, afhankelijk van wat je doel is natuurlijk. Mm-hmm. En we hopen dat dit een leerzame video is geweest. En als jullie dit vaker willen zien of iets anders, gooi het even in de comments. Want wij zijn heel benieuwd naar wat jullie nou willen zien op ons kanaal. Dus als jullie leuke ideeën hebben, laat het dan even achter in de comments. Ja, bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende week weer. Doei!